Hallo, ik ben Christer en ik ga voor jullie een fantastische nefrisotto maken. Klassieke ingrediënten, klassieke recept, maar dan toch een beetje anders. Dus we beginnen met een beetje ajuin. We hebben nog natuurlijk look, dat hoort erbij. Dan gaan we zongedroogde tomaten gebruiken. We hebben een beetje pesto nodig. En natuurlijk parmezaanse kaas en een heel lekkere kippenbouillon. Dat gaan we gebruiken. En het belangrijkste van alles, arborio rijst. Dat is een grotere korrel. En als je daarmee kookt en je maakt een risotto, dan blijft al dente van binnen. Dat is zo'n kern die net zo wat hard is en zacht aan de buitenkant. En dat geeft een smeuïge, echt een cremige risotto met een al dente crunch. Dat is fantastisch gewoon. Dus we gaan beginnen met look. En die gaan we gewoon goed pletten. Gewoon een goede duw geven. En dan ga je die gewoon heel gemakkelijk pellen. Dat komt zo af. Super gemakkelijk. En dan geef je die nog een extra duw met de mes. En dan fijn hakken. En het volgende is een heel lekkere ajuin. En die gaan we gewoon pellen en fijn snijden. Nu de tomaatjes fijn hakken. Nou, die is redelijk droog, dus die moet fijn gehakken worden. Voilà. Dat was alles van voorbereiding. Maar nu gaan we koken. Dus we gaan de pot voor verwarmen. En dan gaan we die op de hoogste temperatuur zetten. Deksel af. En een flinke scheut olijfolie erin. Voilà. En nu ajuintjes en look aanstoven. En dan een beetje roeren, maar niet aanbranden. Hè. Zo. Duurt ongeveer een paar seconden. En dan gaan we de rijst toevoegen. Het roeren in de rijst is heel belangrijk, want dan komen die zetmelen los en dan krijg je zo'n smeuïge risotto. En nu, flinke scheut witte wijn en alles laten inkoken. Oké. Nu de tomaatjes daarbij. Nog heel even roeren. Het is bijna ingekookt, dat gaat heel snel. En dan gaan we daar een heel lekkere kippenbouillon bij doen. Heel belangrijk, hè? Voilà, kippenbouillon zit erin. Heel eventjes rondroeren. Dan een deksel erop. En nu komt heel de truc. Normaal gezien moet de kippenbouillon een paar keren bij doen, vijf keren zelfs. We gaan die gewoon laten garen in een oven. En dat gaat perfect. Voilà, het zal ongeveer klaar zijn nu. De risotto. Nu een paar dingen bij. Een heel lekkere pesto. Zo. En dan verse parmezaanse kaas. Mag wel wat bij, maar ook niet te veel. Hè. Zo. En dan een flinke scheut olijfolie. Dat maakt het zo wat extra smeug. Heel lekker ook, goede olijfolie. Een beetje niet roeren. Alle smaken loskomen ook. Peper. Zwarte peper. En dan lekkere zout. Niet te veel. Er zit al zout in de parmezaan. En dat is nu echt wel een ovenrisotto. Heel smeuïg, mega lekker en zo gemakkelijk. Smakelijk eten.